Jawel, mijn naam is Kees Heij. Ik ben portier geweest op de Enka hier. Onder de poort heb ik min of meer mijn werk verricht. Het is gewoon bijzonder dat je dat hier allemaal ziet. Zoveel als er gebouwd is, hè? Zoveel nieuwbouw wat er is bijgekomen. Ja, geweldig. Oh, kijk hier, leuk. We hadden het net over Pippi op de fiets. Waren er nog meer markante medewerkers van de Enka? Jawel, je hebt altijd van die... Er was er een die liep altijd te trompetteren. Hier, die nam zijn trompet mee naar het werk? Nee, die kon dat met zijn mond. Dat was net of dat er een geweldige trompet... fantastisch was dat. Die trompetten die altijd in de afdeling liepte. Want Axo had niet alleen mensen die... Ook mensen die een beetje onvolwaardig... Die niet voor 100% mee konden. Die werkte ook hier. Ja. Ook mensen die een handicap hadden. Bijvoorbeeld met een been. Een houten been was toen... Daar was ook plaats voor hier. Ja. Het is een heel sociaal bedrijf geweest dus eigenlijk. Jawel. Het is niet zo geweldig. Ja, natuurlijk, zakelijk moet je wel zijn. Maar er mag ook een sociale kant aan zitten. En die zat er toch zeker wel aan. Ja. Het zijn natuurlijk ook vrouwen in die tijd. Ja, daar moest je vanaf blijven natuurlijk. Ja, nog steeds natuurlijk. Maar... Ja, me too en zo en al dat. Dat kenden we toen niet natuurlijk. Hè. Nee, nou, ik wil voor de sponsorafdeling Willem Meerink noemen. Ja. Willem Meerink? Willem Meerink. Hij zal inmiddels overleden zijn. Het was een iets oudere man. Ja. Maar ik heb meegemaakt, ik had de ochtenddienst. Willem had ook de ochtenddienst in de sponsorafdeling. Hij woonde in Apeldoorn en hij had de bus gemist. Wat doet Willem? Die holt weer naar huis en die pakt de fiets. En die komt op de fiets naar Ede. Vanuit Apeldoorn? Vanuit Apeldoorn. Mm-hmm. En die kwam daar tegen 7:50, zo'n beetje, kwam die 's morgens binnen. Ja. Terwijl de bus uit Apeldoorn 7:30 binnenkomt. Dat was de dagdienstbus. Heeft hij hard gefietst? Maar Willem die had zoveel verantwoordingsgevoel. Ja. Van, ik moet daar naartoe. Mm-hmm. Die kwam binnenvallen. Ik ben te laat. Nee, Willem, je bent wel te laat, maar je bent op tijd voor de koffie. Ja. Ik heb Willem een kop koffie gegeven en ik heb zijn afdeling gebeld. Mm-hmm. Ik zeg, ik heb Willem Meerink hier. Hij moet even uithijgen. Ik zeg, die zit bij mij een kop koffie te drinken, maar hij is voor mij niet te laat. En de chef die heeft hem ook niet te laat genoteerd, mm-hmm. Dus hij is gewoon... En dat was hij heel dankbaar. Ik heb ook nog een verhaal van een ander... Nou, we hebben hier op het terrein natuurlijk ook twee schoorstenen staan. Ja, de dikke en de dunne heb ik gelezen. Ja. Welke is welke? Dat is de dikke pijp. En dat is de centrale afzuiging. Maar ze lijken even hoog, is dat zo? Nee, die schijnt iets hoger te zijn dan die. Ik ben daarboven geweest. Ja. Dat is een hele klim, want je moet binnendoor mooi daar lopen. Ik heb een paar maanden geleden, toen ze het renoveren waren, hebben ze die schoorsteen gerenoveerd. Toen heb ik met een van die mensen gesproken die daar die schoorsteen aan het renoveren was. En die vertelde me dat nog de tableaus allemaal er zijn. De platforms, hè, om de zoveel meter. Dus het was een hele klim naar boven. En je komt er niet uit te zien, van het is een roestige bedoeling daar. En smerig en vuil en stinkt. Het was een lode wand. Kom je dan boven? Ja, jongen, dan zou je in het zwembad wat we hier toen hadden, dan zou je zo ingaan staan plassen, bij wijze van spreken. Klinkt een beetje gek, maar dat ligt gewoon onder je. Ja. Zoals het ware, hè? Mm-hmm. Jaren geleden, ik woonde in Wageningen. En ik kon uit mijn slaapkamer, toen was ik nog niet getrouwd, mm-hmm. kon ik de pijp zien. Maar wat mij bijzonder trof, was dat ik boven in die lint, in die wand, in die lode wand, allemaal gegraveerde namen zag van Amerikaanse, Canadese soldaten die daarboven geweest zijn. Max Smith bijvoorbeeld uit Pennsylvania, ik noem maar wat. En dat is verloren gegaan. Daar heeft niemand een foto van gemaakt, want het was toen niet zo dat iedereen met een telefoontje op zijn zak liep en overal foto's van maakte. Zijn die soldaten zelf daar dan naar boven geklommen? Want wat hebben ze daar gedaan dan? Een uitkijkpost is dat toch? Daar heb je toch prachtig zicht over de omgeving. Gewoon om te kijken? Ja, want je keek ook helemaal het binnenveld kon je inkijken. Dat was gewoon een observatiepost van die... En die hadden, daar stonden een hele serie dames stonden daarop. En toen is die lode wand, die is ingestort. En dat is misgegaan en dat is allemaal versmolten. Ik vind dat altijd toch jammer. Zonde, hè? Dat niet op een of andere manier vastgelegd is.
Maar het is een prachtig uitzicht wat je hebt over Ede. Ja, het is geweldig. Ja, het is een markant punt in Ede ook, hè? Je ziet het langs de snelweg. Een landmark, hè, noemen ze dat tegenwoordig. Ja, dat klopt. Men noemt dat wel de universiteit met de pijp. Waar werk je? De universiteit met de pijp. En dat is voor mij de dikke pijp. Dat is de dikke. Dit noemen ze de grote, geloof ik. Ze hebben er al een naam bij gezet. Nou, en daar had je dan de afzuigingen had je daaronder staan. Van die pijpen die daar de vuile lucht vanuit het bedrijf inbrachten. En dan had je daar zo'n monstergaatje had je daarin zitten. En wanneer je daar een plastic zakje, een heel klein plastic zakje, dat liet je er zo inwaaien. Ja. En dan zag je het er bovenuit. Heb ik wel eens gedaan. Mag je nou niet meer doen met plastic en zo natuurlijk. Verder heb ik het met plezier heb ik hier altijd gewerkt. Ja, ja, toch wel, toch wel. Thank you.